en talent ook. Ja, dat had hij ook. Maar dat je daarmee je brood verdient, dat was onmogelijk. Wat was het voor gezin waar je in opgroeide? Weet je, wat kort... Echt de jaren 50. Zeer beschermd. Heel beschermd. Ja. Ik ben altijd heel erg beschermd geweest. Mijn zusje ook. Wat bedoel je met beschermd? Dat wij nooit gekend werden in, en misschien waren ze er niet, in conflicten of spanningen. Tussen je ouders? Ja, er was nooit ruzie. Nee. En dus wij weten daar tot op de dag van vandaag niet mee om te gaan. Spanningen en ruzie, dat kennen wij niet. En de buitenwereld, kwam die binnen? Ja, die kwam wel binnen. Ja, dat was familieleven. En ik herinner me natuurlijk de klassieke krantjes bij verjaardagen. Ja. Waar veel toneel werd gespeeld. Ja? Ja. Waar werden de stukken opgevoerd. Ook met die eerste bandrecorder van mijn vader werden grappen uitgehaald. Want jouw moeder zong, hè? Mijn moeder kwam uit een artistieke familie van muzikanten. Mijn grootvader was muzikant. Ja. En zijn kinderen zijn dat ook allemaal geworden. Pianist, violist, celliste. En mijn moeder was voorbestemd zangeres te worden. Maar die koos voor het gezin. Klassieke jaren 50. Ja. Mijn vader gemeenteambtenaar, mijn moeder voor het gezin. Maar dat zingen heeft ze altijd gedaan. En altijd, dat is geen trots achteraf, maar in professionele koren. Het Haagse Gemeente Museumkoor. Veel voor de radio opgetreden, luisterden we altijd. Mijn zusje en ik konden uit die opname feilloos mijn moeder herkennen. Ook al stond ze in een koor van 60 mensen. Niet trügen, es los dich fort. Das geb ich den luftgen Winden. Niet trügen, es los dich fort. Es los dich fort. Onze moeders zijn natuurlijk jarenlang de grootste fans gebleven. Ja, 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 die hebben wel meegespeeld. Ja. Meegespeeld altijd. Altijd, ja, ja. Die hebben ons ook door dik en dun verdedigd tegenover mensen die sommige dingen wel te ver vonden gaan. Ik weet dat mijn moeder dan opbelde. Zei, nou, het was een mooie uitzending. Was maar wat bedoelden jullie daarmee? Jullie zeiden iets over de koningin. Ze moesten, ik krijg nu vragen. Wat bedoelde je? En dan verdedigde ze ons. Dan moest je munitie meegeven aan je moeder. Ja, dat natuurlijk wel, was wel moeilijk af en toe voor ze. Ja, ja wel, maar door dik en dun. Altijd verdedigd. Mijn moeder had dan altijd... mijn moeder zei dan altijd... Hij is niet klein, maar Wim is 2 meter. Als de mensen zeiden... Oh, dat is die kleine, hè? Mijn moeder, weet ik, in een wat latere fase... dat ze in een aanleunwoning, in een verzorgingshuis woonde. Die stond een keer met haar zuster in de lift. En toen stonden er een paar nieuwe dames. Die hadden ergens op de gang een woning. En toen kon mijn tante het niet voor zich houden. En zei, mag ik u voorstellen, dat is mevrouw de Bie. Dat is de moeder van Wim de Bie. Toen zei een van die dames spontaan... Oh, wat erg voor u, mevrouw. Ja, daar heeft mijn moeder geweldig om lachen. En heeft dat honderden keren verteld. Lieve moeders, en dan meegespeeld. Veel meegespeeld. Voor mijn moeder. Maar ja, ze vond het eigenlijk wel heel erg jammer, hoor. Ze is een keertje de moeder van Jacobsen geweest. Ja, in scène aan Plathaars, tafel. In Plathaars. Ja. En mijn moeder had ik nooit Plathaars horen spreken. Die was kleuteronderwijzeres, keurige opleiding. Dus die sprak keurig. En moet ik nou echt Plathaars spreken? Ik zei, ja, man, dat moet, want anders ben je niet de moeder van Jacobsen. En toen sprak ze fantastisch Plathaars. Ja, nou. Maar ze zei dus, achteraf, zo jammer. En dan was ik een keer op de televisie, moest ik Plathaars spreken. Je zit hier mooi, ma. Leuk te huis, zeg. Gooi je bof maar, hé. Prachtig. Hey. 15 jaar, niks van hem gehoord. En nou komt hij even langs. Ja, druk als een klein baasje. Je weet toch hoe het gaat? Dat is toch hard pezen? Je had toch even kunnen bellen? Ik heb toch geen telefoon? Ja, maar ik wel. Als je me nou begint te katten, dan ben ik meteen weer weg, hoor. Laat het over wat gezelligers hebben. Hoe gaat het met je been? Zit er nog aan. Oh. En jij, ga je nog steeds met die knul van S om? Van S. Van S. Van S. Ja, die zie ik wel eens bij het voetballen. Ja. Daar is het allemaal mee begonnen. Oh. Jij had het ver kunnen schoppen, jongen, zonder die van S. Waar lachten jullie om thuis? Wat was thuis. Het gevoel voor humor? Het was wel een eigen vorm van humor.
Mijn vader en zijn broer, die bijna verschilden 2 jaar... maar als tweelingbroers in hun jeugd de natuur verkenden... die lachten heel veel samen. Een soort geheime ding. Mijn zusje vertelt wel eens, toen wij kregen veel later telefoon... die hing in de gang... dan plaatste mijn moeder, als mijn oom Henk, de broer van mijn vader, aan de lijn was... plaatste mijn moeder een stoel in de gang. Daar kon mijn vader dan met mijn broer. En die lachten ongelooflijk al. Minutenlang een lach. Hoe oud is je vader geworden? Mijn vader is 58 geworden. Dus jaren voor zijn pensioen. En daar zag hij natuurlijk erg naar uit. Ja, waar is hij aan gestort? Aan kanker. Ja. Een paar jaar ziek geweest. En de ziekte was een groot taboe. Daar werd niet over gesproken. Nee? Het feit dat je vader ziek was? Ja, daar werd niet over gesproken. Ook niet met mijn vader zelf. Daar heb je het weer. Ik werd, zusje ook, buiten alle moeilijkheden en conflicten gehouden. Ook de meest tragische. Maar beter niet. Ja. Je zegt, ik wist eigenlijk toch niet goed dat hij ziek was. Is er nog een moment geweest dat je echt nog een goed gesprek met hem hebt kunnen voeren? Nee. Nee, herinner ik me niet. Had je dat gewild? Misschien niet. Misschien hadden we hadden we genoeg aan kijken en het weten van elkaar. Ja, ik denk het, dat het zo werkt. Daar hoeven dan dingen niet uitgelegd. En wat weten van elkaar? Ja. Hoe het zit. Ja. Om het maar heel vaag te houden. En het zat goed, bedoel je? Ja, ik geloof het wel. Ik heb niet kunnen laten zien wat het geworden is. Dat spijt me natuurlijk enorm. Ja. Arie? Ja. Wat denk jij aan? Aan de gevallenen natuurlijk, hè? Ja. Denk jij ook aan vader? Ja, natuurlijk denk ik ook aan vader. Ik denk altijd aan vader, dat weet je. Hou nou eens even je mond. Arie? Wat is er, Gee? Vader was toch geen gevallene? Wees nou eens even stil, Gee. Vader is overleden in 57. Wat we gedaan hebben, daar zijn we trots op. De vraag die we regelmatig op straat krijgen. En wanneer komt er weer een... En kunnen jullie niet weer een cake op de week? Dan zeggen wij nee, dat is echt voorbij. Die fout hebben we ook mensen zien maken. Die het beheer van de nalatenschap, dat brengt ons vaak nog in contact. Tussen de dvd's die we hebben gemaakt. Maar nalatenschap, dat klinkt alsof er iets overleden is. Nee, er moet iets bewaard worden dat nog springlevend blijkt vaak. Of het nou een scène uit 1972 is over een onderwerp dat nog steeds leeft... en nog steeds niet is opgelost of niet. Maar dat leeft nog en daar zijn we trots op en dat vinden we leuk om te zien. Maar we moeten niet de fout maken om samen weer op te gaan duiken. Dat wordt altijd minder, dat wordt teleurstellend. Nou, zijn ze op. Ja, ze zijn op. Hé, Arie. Wordt toch elk jaar indrukwekkender, hè, de 2 minuten stilte. We zijn nu de gebroeders Stemmers geworden. Wij waren toen 40ers die 60ers spelen. We zijn nu 70ers. Wij zijn de gebroeders Stemmers. Enfin, dat merk je wel. We kwekken er lekker op los. En dat is de rol die we nu hebben. Dat is goed zo. Volgende week het laatste deel van Cote en de Bie sloegen weer toe. Ik kom eens in een zaak en dan zegt de eigenaar... meneer de Bie, het is mijn eer u te mogen ontvangen. En dan staat daar een jongen naast of een meisje van 18 of 19... die kijkt mij glazig aan en de eigenaar zegt... weet je wie dat is? Nee, geen idee. En zo hoort het. Cote en Bie zijn ook te downloaden. Ga naar vpro.nl/winkel en haal een pakketje op.